Goedemorgen iedereen. Het is vandaag vrijdag. En we zijn toeristen. En we zijn matching. Dat vind ik nog leuker. Wij zijn voor onze laatste dagje nog in Kuala Lumpur. Dit moet die thumbnail zijn, deze. Deze is hard. Oké. Kom eens zoek. Yesterday I saw de toeristen. I saw you two walking yesterday. Yes? I recognize your wij wife. Gaan, your wife. Yes, yes. Yes. Everybody recognize my wife. No, because I saw you all walking maar at the wij gaan stop. Nu even iets ontbijten. Soef heeft een beetje last van zijn keel. Ja man, dus ik we moet... gaan even naar de farmacie. Nee, niet naar de farmacie, naar de kliniek. Ik ben al bij de farmacie geweest, maar we mogen geen antibiotica uitschrijven, snap je? Ja, correct. Only kliniek we can get. Yes. Yes. En dan gaan we naar de Batu Cave. En naar de watervallen, toch? Yes. Oké, ik lijk nog een beetje. Oké, Soef maakt gewoon vrienden met elke taxichauffeur. Die begeleidt ons naar elke plek. En wij gaan nu scrambled eggs eten. En er komt ook nog vers fruit bij. Dit is mijn ontbijt. En hier heb je dus aapjes en die eten van deze mini bananen. Dus wij gaan nu banaantjes halen voor de aapjes. Met die trap omhoog gaan, maar ik ga gewoon dood. Nee, ik ben kapot. Dit zijn de trappen die we zojuist hebben opgelopen. En ik had een jurkje tot mijn knieën aan, maar dat mag niet, dus ik moest zo'n sjaal om. Kamer. En vinden dit super lief. Dankjewel Fleur. Dankjewel, zeg maar dankjewel. Dankjewel Fleur. Wij zijn zojuist terug in het hotel geweest, hebben ons omgekleed en we gaan nu, ik moet echt mijn nagels doen want ik heb mijn gel dak eraf gehaald en ik kan daar echt niet tegen en Soep gaat denk ik er tegenover een massage nemen. Maar we gaan weer naar de Kansas City Tower. Vandaag was echt een leuk dagje. Ik vond het zo leuk in de jungle. Althans, bij de watervallen. Want morgen gaan we echt naar de jungle. En dat is 5 uur hier vandaan. Maar nu ga ik even mijn nagels doen. En gaan we een hapje eten. En ik wil ook even naar Adidas om allemaal broekjes te halen. Voor morgen. Goedemorgen, ik denk ik open de vlog maar even zo. Wat jullie net hebben gezien is onze intocht naar onze jungle avontuur. We zijn nu in de cabin. Ik heb me even omgekleed. Ik heb een champion short aan en een zwarte tanktop. Ik ga nu sneakers aandoen, want we gaan nu activiteiten doen. En ik ben echt zo belachelijk moe. Haar in het knotje, ik ben set. Oké, hij gaat naar de jungle en doet dit aan. Vertel ze ook over die muggenbult op mijn enkel. Ja, ik heb ook eentje bij mijn enkel. Dus dit is gewoon letterlijk Soufiane's outfit. Kijk die sokken over de broek. Ja, maar ik ben niet meer geprikt sindsdien. Ik ben safe.
Nou, zo, als je hem raakt. Wow. Nou, Soef heeft het beertje geraakt. Tweede keer. Wacht, je moet hem ietsie boven die beer. Ietsie boven die beer. Ja, dat ga ik het ook proberen. Oh! Huh? We zijn jagers, schat. Wait one second. Hey, mijn schatje is wel een jager, hoor. Wel in de been. Wel in de been. Ik was iets meer accuraat, maar je hebt hem wel geraakt, tijger. Hi guys, wij hebben net, het licht komt van hier, oh my god, ik zie er echt niet uit, maar wij hebben net, zijn we de jungle in geweest en gingen we bootje varen en toen kwam alle water op ons en nu hebben we even gedoucht in onze cabin. Ik ga jullie even laten zien hoe die cabins hier eruit zien en we gaan wat eten, want we hebben echt sinds de ochtend. Hoe laat waren we vertrokken? 6:30 of zo hebben we niks gegeten. Zo zien de huisjes eruit van buiten. En van binnen moet ik jullie straks maar even laten zien. Hallo! Wij gaan nu lekker eten. We gaan eerst drinken. Wanneer hij een salade zeg maar voor ons allebei heeft besteld, maar precies alleen op eten. Waarom smak je zo erg? Eet. Zet hem in het midden dan. Zet hem dan in het midden. Ik heb een visburger en zoveel pasta bolognese. Ik had die eigenlijk ook moeten nemen. Ik heb ook maar even een pasta bolognese gegeten. Althans genomen, ik heb die andere ingesteld. Goedemorgen iedereen, het is de volgende dag. We hebben onze eerste nacht in de jungle overleefd. En vandaag zouden we een activiteit doen, alleen hoorden we net dat de brug under construction is. En we kunnen dat helemaal niet doen. Nu 2 flesjes water, we gaan waarschijnlijk nu even ontbijten en dan gaan we terug naar Kuala Lumpur. Want morgen gaan we naar Langkawi. En dat is het eigenlijk, het was echt heftig. Gisteravond waren er allemaal aapjes. Ik wou zeg maar naar de mini-market. En ik ben niet gegaan, omdat ik aapjes zag en het was echt donker. En iedereen sliep gewoon om 11:30. En wij zaten echt nog tot 1 uur te kaarten. En nu zijn we hier. We gaan even ontbijten. Ik heb een scrambled eggs met paprika en tomaat. En dit is volgens mij een soort noedels nasi-achtig iets. Wij hebben ontbeten. Ik ga in exact hetzelfde outfitje terug naar het hotel. Want wij gaan nu terug naar Kuala Lumpur. Helaas konden we de brug niet op, want die is under construction, zoals ik al eerder zei. Maar in Langkawi heb je ook een brug. Dus we gaan nog 1 dagje doorhalen in Kuala Lumpur. En dan gaan we aan het strand liggen. Daar heb ik zoveel zin in. Ik vind dat het echt een beetje op Suriname lijkt. Ik vind het echt mooi. Mensen, wij zitten in de taxi onderweg naar Singapore, want het is super slecht weer in Maleisië en Langkawi gaat helaas niet meer door, omdat het daar ontzettend regent. Wij zitten hier, dat moet ik even filmen, de beste! Hé, maar ik heb ook beelden van gisteravond. Ja, oké, ik heb gisteravond in de jungle, heb ik verloren. En wat moest ik je doen? Een 10 minuten lang op de grond zitten waar mieren liepen. Maar dat is niet erg, want ik ben nu aan het winnen. Ik moet nog 1 punt en dan moet hij straks in het vliegtuig 1/2 uur lang staan. En het is een vliegrit van echt 1 uur en 10 minuten. Ik wil niks horen. Als hij weer des komt, dacht hij: no, I cannot sit. My knees hurt. Ben je er klaar voor? Ik ben klaar, ja. Hij denkt dat hij gaat winnen, maar ik ga winnen. Oké, hij heeft gewonnen. Hij is gelijk. Nee, het staat 4-4. 4-4. Nee, net zo stoer. Maar we zijn er bijna. En we gaan op de airport verder. Zo stoer. Dames en heren, daar is hij dan. Weet je nog hoe stoer zij net in de taxi deed? Ze stond 3-0 voor, 4-2 voor. En wie heeft verloren? Zie dit. Ja, en wat is de opdracht? Ze moet 10 glazen melk drinken voordat we gaan slapen. En het is al laat, hè? Het is al heel laat. Ik heb hier geen horloge, maar het is al heel laat. Nee, nee, waarom vlog je dit niet? Waarom vlogt ze niet dat ze verliest? Dat doet ze niet. Nee. Ah. Oké, dames en heren, wij zijn geland in Singapore. Het was letterlijk een uurtje vliegen. Ik vind het heel jammer dat het eiland niet door is gegaan, maar ja, het is even niet anders.
wij gaan nu naar ons hotel. En we hebben echt een heel mooi hotel. Het zijn die 2 of 3 torens hier in Singapore. Die boven zeg maar zo'n infinity zwembad hebben. Dus dat is heel leuk om te zien ook. En daarin heb je best wel veel activiteiten. Maar Marwen zei dus dat je hier een nachtsafari hebt. En dat wil ik zo graag doen. Ik heb weer een potje verloren van Sofia met pesto. Ik moet vanavond zonder deken slapen. En ik moet nog 9 glazen melk, want ik heb er 1 op. En ik ben nu al misselijk. Maar ja, ik ga hem even mieten, want hij is buiten. Een hele goede morgen. Dus de volgende dag, wij zijn wakker geworden in Singapore. Het was best wel laat toen we aankwamen, we zijn gaan slapen. Ik heb net even gedoucht, de soep was al beneden. Ik ga nu naar beneden, het is 9:30 's ochtends. We hebben nog niet kunnen zwemmen, maar hierboven bij de Marina Bay Sands, want daar verblijven we. Deze lift gaat zo snel naar beneden. Ik was bij etage 42, mijn oren. En wij gaan nu ontbijten, maar hier hebben ze dus een hele mooie infinity pool. En daar gaan we nu heen en ik heb gewoon zwembadkleding aan. En deze sandaaltjes. Wij gaan nu ontbijten. Ik heb een omelet met paprika en tomaat. En ik heb 2 croissantjes. Ik ga zo vers fruit pakken. Dames en heren, goedemorgen. We zitten bij het ontbijt zoals ze net zei. En de reden dat ik die camera even pak is omdat zij niet helemaal eerlijk is. Gisteren had ze heel stoer in de auto gefilmd dat ze voor stond met pesten. Uiteindelijk heeft ze 2 keer verloren, dus alle 2 de potjes stond ze 3-0 voor. Heeft ze 5-3, 5-4, maakt niet uit hoeveel, maar ze heeft verloren. 1 opdracht was 10 glazen melk, heeft ze niet uitgevoerd. Dat kostte er €100. Om het af te kopen. Om het af te kopen. De 2e opdracht die we speelden was slapen zonder dekens. En heel stoer deze. Ik heb het al gezegd hoor. Oké, maar ze heeft weer verloren. En wat heeft ze net gedaan? Laat me even zien. Nee, maar... Ja, dat mag. Dat mag. Ze heeft net heel netjes geld overgemaakt. Ik ga jullie even laten zien hoeveel ze mij heeft moeten overmaken. Eén momentje, ik moet het even afchecken. De rekeningennummers van ons. Hè? Voordat jullie opeens allemaal geld gaan storten namen. Maar dit is het bedrag dat onze lieve Selma is overgemaakt. En mensen gaan zeggen, ja, je bent gierig, je bent miljonair. I don't give a fuck. Don't play with me. Don't play with me. Bang, bang. Rah. Oké, guys, we hebben net gezwommen. Ik heb net even heel snel iets anders aangedaan. Want we gaan de stad nu een beetje verkennen. Soef, die is al beneden. Oh, en ik ga nu naar beneden en dan neem ik jullie mee. Hi guys, beetje daar beeld, maar het laatste wat jullie hebben gezien is dat Soep en ik Singapore gingen verkennen. En de dag dat wij, dat was gisteren, en de dag dat wij maar Singapore wouden verkennen, die dag was het heel lekker weer in Langkawi. En we zouden sowieso al naar Langkawi gaan, maar dat hebben we dus geannuleerd. Maar omdat het gisteren best wel lekker weer was, dus hebben we besloten vandaag te gaan. Dus we moesten allemaal last minute dingen fixen en we zijn zojuist geland in Langkawi. Ik heb er heel veel zin in. Het is niet heel slecht weer, het is wel een beetje hazy, een beetje bewolkt. Maar het is wel lekker. Wij zitten in de auto en ik moet even iets zeggen. Ik heb net in de vliegtuig 5 rondjes pesten van hem. What would you say, sir? I'm so proud of myself. I am originally from... Dus hij moet nu 15 glazen melk drinken vandaag, voordat hij gaat slapen. I did that. Toch? Eh? Ik heb gewonnen. Maar ik weet maar ik gewoon zeggen dat ik heb gewonnen. Alleen. Nee, jij hebt heb ook je, maar heb je al die potjes verteld die kijk, je hebt kijk, ik heb 3 potjes verloren en ik heb ze alle 3 afgekocht, dus ik ben best wel... Ze moest eigenlijk gewoon opdracht doen, maar ze wou niet. Dus ik heb haar gewoon laten betalen. Maar ik 10 glazen melk, ik vind melk echt niet lekker. Ik vind melk gewoon niet lekker. Jij vindt het nog lekker. Ze moest zonder deken slapen. Ik moest zonder deken slapen. Wou ze ook niet doen. En ik moest... Op... Was een hond. Ja. 10 minuten lang was ze ook niet. 20 minuten lang. 20. Zijn, ja. En nu heeft ze gewoon betaald. Snap je? Ja, maar nu heb ik gewonnen en moet hij 15 glazen melk drinken. En anders moet ik €100 afkopen. Ja, maar ik heb en we zijn nu aan het spelen. Ik en heb dit staat 3. Ik heb gemanipuleerd, want ik vind het niet erg hoor. Oké, ik weet dat. Maar dat maakt niet uit. 15 glazen. Ik drink er 5 in een uur. En dan we een paar moeten... uur later weer 5. We, nu staat er 3-0 voor. Nee. Voor mij 3-0. Holla. Ja, maar die 3-1 dan, die is opeens weg. Had jij 1 keer gewonnen? Had jij 1 keer gewonnen? Nee, maar waar is die 3-1 die we toen opeens zomaar opnieuw zijn begonnen? Oh ja, jij zei opnieuw of gewoon... Oh, ik zei opnieuw. Nee, toen zei ik jou opnieuw.
Oké, dan gaan we nu ook opnieuw. Nee, tuurlijk niet. Waarom niet? Omdat dat een dag ertussen zat en nu niet. Ja, doesn't work like that. Nee, wij zijn in ons kamer en ja, het is kamer, het is een heel huisje. En look at the view. We hebben een deel privéstrand. Het is nog best wel vroeg, dus het is nog een klein beetje bewolkt. We hopen dat de zon zo uitkomt en anders gaan we alsnog het heel erg naar ons zin hebben. Dit is ons terras. Daar zit Soef met de man. Daar is ons zwembadje. Dit is onze living counter. Dit vind ik cute. Dat ben ik daar. Hi guys. Just chilling here casually. Bye bye. Dit is waar we massages kunnen hebben. Minibar gedeelte. Voor al mijn zakelijke afspraken. Not. Dit is het opmaakgedeelte. En hier is een bad. En er kwam net een eekhoorn zo naar beneden. En toen ging die daar chillen. En nu hebben ze dit opengegooid zodat hij naar buiten kwam. Dat was zo cute. En dan gaan we door. Onze inloopkast. Hi, me again. Casually chilling. En dan gaan we nog een keer door. En hier hebben we het douchegedeelte. En hier het toilet en bidet. Ik moet nu eigenlijk, ik had net op de airport had ik zo'n zo'n plug gekocht. Want bij die nieuwe MacBooks kan je zeg maar niet je USB in doen of een SD-kaart. En daar moet dus je SD-kaart in. Dit haar is zo krokant op dit moment, maar goed. Dus ik ga mijn beelden opsturen en ik ga ontbijten, because I'm hungry. Oké, wij gaan nu als allereerst even een massage doen. Daar heb ik zoveel zin in. Dit is zo jammer. Het regent echt keihard. En in Indonesië zijn ze zeg maar het bos aan het verbranden. En daardoor is het echt super slecht weer in landen nabij gelegen. En wij hebben daar gewoon eigenlijk het kortste eind van de stok van gekregen. Dus Soef en ik zijn echt aan het nadenken, want we willen wel echt heel graag zonnen. En we zijn echt aan het nadenken of we vandaag, eigenlijk zo meteen in de avond, gewoon weg. Ja, mijn haar ziet er niet uit. Ik heb dezelfde kleding na mijn massage aangedaan, want we gaan nu toch maar even ziplijnen. Zodat we toch iets gedaan hebben hier. En het eiland is zo belachelijk mooi. En het resort ook belachelijk mooi. En het is gewoon jammer dat we het weer dan niet mee hebben. Maar omdat we toch een beetje zon willen pakken, denken we dat we vanavond naar Dubai gaan vliegen en dat we er morgenochtend zijn, want hij heeft ook nog maar 4-5 dagen vrij. En dan moeten we terug en dan moet hij weer heel veel shows doen en dan is hij niet uitgerust. En ik moet ook weer aan de slag. Dus ik denk dat dat het beste is om te doen. Dat we toch nog een beetje bruin worden. We toch nog een beetje van het weer kunnen genieten. Dus ik denk dat we vanavond terug gaan naar Dubai. We waren dus onderweg naar de ziplijn. Maar ik heb besloten, ik wil weg hier. Kijk, we zijn op een eiland, prachtige eiland. Maar kijk het weer, man. Het regent fucking hard. Het giet uit de fucking lucht. En wat moeten we doen? Op een ziplijn door de jungle in de regen. No, man. Ik ben het helemaal zat. Ik heb nu bepaald. Ik ben al 2 weken zijn we in Maleisië. Hoeveel dagen hebben we zon gehad? Nul. Ik heb nu gewoon besloten, luister. We zijn net geland, hè? Letterlijk. We zijn hier 2-3 uur. Ons hotel is prachtig. Maar ik heb besloten, fuck it. Ik ga nu terugvliegen naar Singapore. En vanaf daar ga ik naar Dubai, man. Ik ga gewoon zon zien. Ik gooi deze hele vakantie weg. Is al betaald. Ik krijg het geld niet eens terug. Ja, wat? Ik zeg het. Ze moeten weten ook hoeveel ik heb betaald. 6 ruggen voor deze hotelkamer. Voor 5 dagen, 6 dagen. En ik ga gewoon weg. Want ik ga niet in de regen zitten. Het is gewoon boef, man. En zo naar Selma. Ah! En ik heb net een duik genomen in het water. Het is hier super warm. We gaan echt even kijken of we hier nog de laatste dagen van de vakantie bruin kunnen worden. Ik hoop het wel. Ik wil echt heel graag de zee in. Maar hier zeggen ze dus als je de zee in gaat dat het echt te warm is. Maar ik hou er wel van. Ik ga nu even een salade eten, want ik heb best wel honger. En dan zie ik jullie zo.
ik ga een Caesar salad eten met garnalen. Oké, guys, we hebben letterlijk heel de dag aan het strand gezeten. En nu gaan we bij, zeg dat? Salt, zoutig. Want ik wou heel graag bij Salt eten. We gaan nu bij Salt burgers eten. En dan gaan we lekker naar het hotel om weer te slapen. Ik heb een jurkje aan van de Zara. En gouden slippertjes en deze gouden tas. Ik ben vandaag helemaal in het goud. Maar goed, ik wil naar het hotel, want ik wil eigenlijk morgen mijn haar ook weer vullen. Deze burgers zijn zo lekker. Heel simpel, maar ik vind deze zelfs lekkerder dan burgerie in Londen. Yummy! Hey guys, ik ben een beetje rood, maar ik had even slecht nieuws, want mijn camera was kwijt. Maar die was vergeten bij Salt, dus ik heb heel de dag letterlijk gestrest aan het zwembad. En nu hebben we hem net opgehaald bij Salt en gaan we ook gelijk Salt eten. Which I'm excited about! Oh ja, yeah, I'm so excited. Film mij ook. Niet. Maar ik had zoveel stress, maar ik ben echt blij dat ik hem heb gevonden. En ik ben echt heel rood. Ik ben verbrand, man. Zie je dat? Ja, joh. Een hele goede morgen. Het is inmiddels de volgende dag. Wij zijn echt nog 2 dagjes in Dubai. En dan vliegen we alweer terug. Dus ik denk dat ik hier een hele lange vlog van maak. Want ik ben ook echt aan het genieten. En dan sommige dagen zijn net te kort. Hi, good morning. Om daar een hele video van te maken. How are you? Good, thank you. You're welcome. En dus dan maak ik daar gewoon wat langere vlogs van. Ik ga nu naar het zwembad toe. Ik ben net wakker. Het is 9:30. Ik ga eerst even ontbijten. Ik heb een jurkje van de Zara aan. En daaronder mijn bikini. En mijn huid is hier echt zo... Jullie zien het niet, maar ik ben best wel bruin geworden. En dan vind je jezelf altijd wat frisser eruit zien als je uit de douche komt. Dat zei je. Heb ik scheef. En ik kan ook niet wachten om in Nederland te zijn, want ik moet mijn wenkbrauwen echt doen. I can't deal. En ik wil echt weer naar de Lash & Face Clinic. Because my face is horrible. Ik heb 2 gebakken eieren en ik hou van aubergine met kaas en ik heb baba ganoush, yoghurt en een croissant. Vet rare ontbijt, maar dit is wat ik ga eten nu.